We staan vandaag bij Recreatieplas Slijk-Ewijk. Het is herfst, het is koud. En we hebben een aantal duikers van de duikvereniging De Kleiduikers uit Zetten uitgenodigd om ons iets te vertellen over de wereld onder water. Misschien is de temperatuur daar beter dan hier. Ik ben in gesprek met Riemer en met Henry van de vereniging. Kunnen jullie me iets vertellen over de wereld onder water? Nou, met zekerheid is het niet warmer dan hier nu boven water. We verwachten een graad of 8. Geen wind. En waarschijnlijk heel helder zicht. En wellicht nog kans op vis en wat planten. Wat we vandaag kunnen gaan zien. Ja, dat vraag ik me dus af. Hè? Iedereen die aan duiken denkt, denk aan die prachtige blauwe zeeën en hele heldere onderwaterwereld. Is dat in Nederland ook zo? Nou, voor blauwe zee hoef je hier niet te gaan duiken. Het is grauw, grijs, een beetje bruinig. We hebben geluk als er straks de zon doorkomt. Dan kunnen we het lichtspel met de golven op de bodem zien. Maar een echte azuurblauwe omgeving komen we hier zeker niet tegen. Nee, maar dat is dus de vraag. Er is dus nog genoeg te zien in Nederland onder water. Ja, het begint denk ik in het voorjaar al met de eerste plantjes die uit de bodem opkomen. De eerste insecten. Daarna natuurlijk de larfjes en de vissen. En al gaandeweg door het seizoen heen de kleine vissen die groot worden. De grote vissen die weer verdwijnen tegen de wintertijd. Ja, en wellicht nu, zo in de herfst, is het de unieke kans om wat snoekbaars tegen te komen. En hoe is het met de temperatuur momenteel onder water? Het wordt weer wat frisser. Net zoals hierboven. Het water was lekker warm van de zomer door de zon. Het wordt hier aan de oppervlakte een graad of 20, 22. Inmiddels zal het teruggelopen zijn naar een graad of 10, 12. Misschien nog wel ietsje minder. Maar daar ben je ook op uitgerust natuurlijk. Ja, ik zal het vandaag niet koud krijgen in dit pak, nee. En tot hoe diep zouden jullie kunnen gaan vandaag? Nou, het is zo dat je deze plas heeft een gemiddelde diepte van rond de 25 meter... met hier en daar een uitschieter. Dat gaan we niet opzoeken. Eigenlijk voornamelijk omdat al het leven, al het interessante gebeuren hier onder water... dus waar we voor gaan eigenlijk, dat speelt zich af in de eerste 10 meter. Daaronder kom je op zand terecht of klei en is er eigenlijk ook niet zoveel meer te zien. Hier de eerste 10 meter, die gaat vrij stel naar beneden. En daar bevindt zich heel veel plantengroei. En daarmee ook heel veel vis en ander leven. Nou, jullie gaan zo meteen naar beneden. Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Ja, wat mij betreft, en als je dat zou willen, mag je natuurlijk mee. We hebben voor een extra uitrusting gezorgd. En we weten dat je een heel klein beetje ervaring hebt in het zwembad. Dus hierbij de uitnodiging om met ons samen mee te gaan. Nou, ik moet er heel even over nadenken. Ik heb een plekje gezocht. Ja. Goed, hier heb ik dus mijn eigen badkleding. Ik heb dit pak aan. Ja, de long john. De long john? Ja, de broek met een jasje. En nu een losse jas eroverheen van 7 mm dik rubber. Ah. Om het extra warm te houden met een cocotion. Zo. Nou, ik heb het pak inmiddels aan. De vest gaat nu omgehangen worden, want het is erg onhandig allemaal. Nou, laat ik hem los. Het is ontzettend zwaar, jongens. Ik heb hier lood hangen. En dit vest, ik weet niet wat het allemaal weegt, maar ik val bijna achterover. Een kilootje of 25 heb je nu om. Echt waar? Oh, jongens, het is echt... Ik voel me zo ontzettend onhandig. Ik ben blij dat ik zoveel hulp heb. Wat moet ik doen? Ik bevestig nou de band om je middel. Zo. Wat je nu kan doen, is hem nog even aantrekken, zodat hij op de tafel zit. Ja, oké. Zal ik even zelf doen. Ja, het is koud. Het is koud, jongens. Maar ik heb het inmiddels ontzettend warm gekregen. Van dat gehijs en dat gewerk. Ik moet nu zorgen dat dit... Ik krijg het bijna niet voor elkaar. Ik denk dat ik heb het idee dat hij goed zit. Ik kan volgens mij iets strakker nog. Hier. Zo.
Die zit goed. Ja, dit zit goed vast. Nou, het vest is aan. Zou ik nou toch echt gaan? Hier krijg ik mijn lucht door. Als het goed is. Ik hoop niet dat ik het vergeet onder water. Probeer maar. Ik heb een aantal reserves. Even testen of die werkt. Hij doet het. Gelukkig. Mag je de handschoenen aantrekken? Ja. Ik wou nog even iets vragen, want ik heb het idee dat ik veel meer van dat lood om mijn lijf heb hangen dan jij. Waarom is dat? Klopt. Om mij te pesten? Nou, niet direct. Zo, kan ik je wat beter vertellen? Ja. Hoe langer je eruit, hoe meer ervaring dat je hebt en hoe makkelijker je met de ademhaling omgaat in het water. En omdat jij nu nieuw bent, denken we dat je misschien overdreven adem zou kunnen halen. Of misschien als we naar onder willen juist inademen in plaats van uitademen. Dan heb je een kilootje meer gegeven. Aha. Jongens, het is koud. Mijn schoenen lopen vol water nu. Wanneer doe ik deze aan? Zo meteen als we ietsje dieper zijn. Dan heb je steun van het water en minder kans dat je omvalt. Oké. Oeh, dit is koud. De bril, die kun je nu makkelijk spoelen. Jongens, het is echt super koud. Maar nu heb ik eindelijk het koud nog met tot mijn enkels. Het zal nog wel erger worden. De bril even... Ja, even spoelen. Ja, voor jullie is het allemaal zo simpel. Ik denk, waar heb ik het hier hangen? Heb ik hem daar hangen? Nog wrijven of is het goed zo? Nee, is goed hoor. Okay. Ja, en ik wil hem opdoen. Zal ik anders even je vinnen vasthouden? Ja, dat is wel handig. Het is zo wennen, jongens. Je voelt je zo onhandig. Met dat allemaal om je heen en alles wat je moet doen. Ja, goed hoor. Even kijken of die overal goed zit. Ja, prima.
niet te geloven. We zijn in een hele mooie wereld terechtgekomen. Heel rustig, zweverig. Het is toch anders dan al die blauwe plaatjes, maar het is toch wel heel indrukwekkend onder water. En als de kijkers nog meer willen weten over de duikwereld of over de vereniging, dan kunnen ze kijken op de website van de duikvereniging De Kleiduikers. En dat is www.kleiduikers.nl.